Joop Mulder hoort op als directeur bij het Oeral Festival. Hij wil hem vooral concentreren op de landschapskunst van het project Sense of Place. Mulder is de oprichter van Oeral in 1982. Het festival op Skylge begint eerst vooral met theater in Lietse Skworkes. Na 35 jaar is Oeral nu een van de grootste en verneemdste culturele festivals van Nederland. Het werd daarom net een makkelijk besluit om ermee op te houden. En het kwam voor zijn collega's ik als een verrassing. Nou ja, natuurlijk was men er wel een beetje stil van. Men had het niet verwacht dat het zo snel zou komen. Omdat we eigenlijk de afgelopen tijd vaak erover gesproken hadden dat ik langzamerhand zou afbouwen. Maar ik dacht van, het is gewoon eigenlijk veel verstandiger om gewoon te zeggen, nee, ik hak nou die knoop door en ga niet langzaam maar hand en dan steeds een beetje verder. Want A, loop je de organisatie voor de voeten en B, loop je jezelf voor de voeten. Mulder draagt na 35 jaar de verantwoordelijkheid voor het festival volslaan oer om zijn opvolgers Marilie van Rongen en Kees Le Suis.